Kalenderjaar 2023 is een paar weken onderweg. Mooi dat je kijkt naar deze tweede uitzending van Café Galgenwaard. En we hebben weer genoeg te bespreken. Bijvoorbeeld met Michael Sielbebauer, kerstvers hoofdtrainer van FC Utrecht. Verliet FC Midtjylland voor de terugkeer bij zijn FC Utrecht. Jordi Zuidam is in de house, al 8 jaar de technische man bij FC Utrecht. Heeft nog wel eens een slapeloze nacht tijdens de transferwindow. Wim Vlijt gaat vertellen hoe het was om bij FC Utrecht te spelen in de jaren 70 en 80. Kan het dus hebben over de financiële malaise, maar ook zeker over het spelen van Europees voetbal. En uiteraard zijn ze weer van de partij achter de bar. Martin van Loo en het voetbalgeweten van FC Utrecht. De wandelende encyclopedie van de club, Marcel van Wolferen. Mooi dat je kijkt naar Café Galgenwaard. Ja, de eerste maand van kalenderjaar 2023 nadert zijn einde en de Eredivisie en de Toto KNVB-beker denderen door. Mooi dat je kijkt naar Café Galgenwaard, waarin we het gaan hebben over het verleden, het heden en de toekomst van de club. We zitten hier met twee voetbaldieren puur sang, Jordi Zuidam en Michael Sielbebauer. Michael, om bij jou te beginnen, voor Denner dit Holensk? Het gaat. Ja? Neemt ik? Nee, flauwekul. Nee, het gaat je aardig af, wel, het Nederlands. Want het zit volgens mij zo dat je echt alles begrijpt, verstaat. Alleen spreken is nog net even te moeilijk. Ja, yeah, I've been 7 years in Switzerland with the German language. And it's really disturbing me. So every time I miss a Dutch word, it's always the German word that comes to mind. So in order to make it faster, I chose to speak English, but I do understand pretty much all. And then hopefully very soon I will be able to have a couple of lessons and then get the Dutch language back. Ja, toen jij in 2008 bij de club kwam, toen was een van je eerste aankopen, als speler wel te verstaan in die tijd, een fiets. Waarom kocht jij toen een fiets? Ja, yeah, well, I did live in Copenhagen. You also use a bicycle there, but now when I came here, I saw that everybody had a bike, so I had to get one too. Yeah. And I didn't live too far away from the training ground at that time, so if there was a lot of traffic or one time there was a marathon running going past where I live, so then I could jump on the bike. Yeah. Jordi, hoe lang duurde het telefoongesprek met Michael? En vooral heb je het zo gedaan of FaceTime, wat heb je gekozen? Op het moment dat ik hem contactte, eigenlijk of hij ervoor open stond om voor het hoofdtrainerschap van Utrecht te gaan. Ja, toen was hij meteen heel enthousiast. En we hebben eigenlijk al natuurlijk heel veel contact gehad. Ja. Ook na zijn tijd dat hij stopte als voetballer. Toen is hij een aantal keren heeft hij Utrecht bezocht, ook bij een wedstrijd. En toen maakte hij mij eigenlijk heel veel indruk op mij hoe hij. Ja, zich na zijn carrière heel bewust aan het klaarstomen was voor het hoofdtrainerschap. En vorig seizoen hebben we hem natuurlijk als assistent hier gehad. En daarmee liet hij eigenlijk zien, daarbij bevestigde hij, ja, dat hij zichzelf heel erg ontwikkeld had. En dat hij dat ook nog kon vertalen naar de praktijk. Ja. En ja, dat triggerde mij. Ja, en heeft hij een FC Utrecht clausule in zijn contract staan? Want vorig jaar inderdaad, tussentijds overgekomen van Basel, nu van Midtjylland. Je zou het haast gaan denken, toch? Nee, ja, zo zou je het bijna zeggen. Maar het waren inderdaad verschillende situaties. En toen hij bij Basel zat, was hij eigenlijk ook nog onder contract bij Midtjylland. Alleen toen vertrok de hoofdtrainer en toen is hij daar loyaal aan geweest. En toen had hij eigenlijk voor 4 maanden niks. Dus dat kwam toevallig bij elkaar. En in dit geval moesten we er wel een beroep doen op Midtjylland. En zijn we ontzettend dankbaar dat zij hem ook deze kans gunden. Ja, vind je het eigenlijk een gewaagde kans? Want FC Utrecht stelt hiermee wel een trainer aan die zijn diploma's op orde heeft. Genoeg ervaring als assistent, maar niet als hoofdtrainer. Ik heb heel veel vertrouwen in Michael. En natuurlijk snap ik dat er mensen zullen zeggen die zeggen van hij heeft nog geen ervaring. Maar ja, ik vind dat hij zich heel bewust heeft ontwikkeld. Ik heb hem leren kennen na de carrière als speler.
Ik weet hoe intensief hij bezig is geweest met zijn ontwikkeling. Maar ook zijn persoonlijkheid heb ik natuurlijk van het afgelopen seizoen in die 4 maanden mogen ervaren. En ik ben gewoon overtuigd van hem als mens, van hem als coach. Maar ik snap dat er mensen zijn die zeggen gewaagde coach. Maar ik denk wel dat wij als club daar klaar voor zijn. Ja, heb je de Hamburgerstraat in Utrecht alweer bezocht? Yeah, you have to remind me where that exactly is. De Goedheid? Oh yeah, that's a lovely restaurant. Yeah? Yeah. When I was here as a player, Skobu, Morten Skobu. Morten Skobu, yeah. He also lived very close by and he found this little place and he loved it. And we actually been there quite a lot. Ja, want is food, eten, een van je hobby's waar je van kan genieten? Yeah, it's at that time for sure. You know, when after you get kids, you don't have time to do that that much anymore. But for sure, at that time, food was. Ja, nu hebben we 1 persoon, Michael. Is het trouwens Michael of Miguel? Daar hadden we nog wat discussie over. Yeah, well, that depends on which language you're speaking. Ja. Hoe noemt je vrouw je? Schatje. Schatje Schilderbouwer. Is het zo dat jij in Denemarken Miguel wordt genoemd en in Nederland Michael? Yeah, well, in Denmark of course they say Michael as it is, and when I go abroad, when I speak English, it's of course it's very easy to say Michael because that's the way it is in English. Ja, jij bent verantwoordelijk, Jordi, voor het aanstellen van de selectie. Michael, op zijn beurt, ja, om te presteren met die selectie. Hoe werken jullie met elkaar samen? Ja, goed, op het moment dat wij de gesprekken aangingen met Michael, ook voor het hoofdtrainerschap, dan is dat natuurlijk heel belangrijk dat je daarmee over met elkaar in gesprek gaat. En het voordeel van Michael was dat hij natuurlijk een gedeelte van de selectie al kende. Ja. En hij heeft zich daarin verdiept. Hij heeft een eigen manier en een eigen visie op voetballen. En daarover zijn we in gesprek gegaan. En ja, hij was heel tevreden met de spelers die wij hadden of hebben. En ja, hij kan daarmee zijn spel spelen zoals hij dat graag wil en zoals wij dat ook graag zien. En ja, dat kwam heel mooi samen en ik denk dat we dat nu ook al in een aantal wedstrijden hebben mogen zien. Hij heeft natuurlijk in de oefenwedstrijd tegen RKC, maar ook zeker tegen de wedstrijd tegen Feyenoord, de bekerwedstrijd en Go Ahead. Ja, daarin zie je al een bepaalde intentie van spelen. Dat het een compliment naar Michael is dat hij dat zo snel in heeft gekregen. Maar daarin zie je ook wel dat een match is met de selectie die we hebben. Ja, vorig seizoen was hij natuurlijk assistenttrainer bij FC Utrecht. Onlangs tekende hij een 2,5-jarig contract bij de club als hoofdtrainer. Maar we moeten niet vergeten dat hij ook gewoon gespeeld heeft bij de club. Dus speciaal voor onze jongere kijkers en uiteraard ook voor onze liefhebbers. De periode van Michael Silberbouwer bij FC Utrecht tussen 2008 en 2011 in het kort. En hier 0-2 en einde wedstrijd via Silberbouwer. Silberbouwer, is hij snel genoeg? Hij heeft de bal en scoort. Het is gelijk al in de 12e minuut. Silberbouwer, wat een knal en daar is de bevrijdende treffer voor Utrecht. Wat hebben ze hem hard nodig. Onze Deense, ja, hoe moet ik het zeggen, motor op het middenveld. Hartelijk applaus voor de winnaars en natuurlijk ook voor Audrey en Noah, alsjeblieft. Achter is Silberbouwer helemaal vrij en die komt hem zomaar in. Het is 0-1, de aanvoerder van Utrecht. Handig Silberbouwer met 2-0, ja. Silberbouwer, zijn naam nu reeds gescandeerd. Ja, prachtige beelden van Michael Silberbouwer. Natuurlijk spelend voor FC Utrecht tussen 2008 en 2011. We zijn aanbeland bij de bar in Café Galgenwaard met natuurlijk onze gast Wim Vlijt. Maar ook zeker de man achter de tap, Martin van Loo en de encyclopedie van de club, Marcel van Wolferen. Ja, Michael Silberbouwer als voetballer, wat is jullie bijgebleven? Ja, ik denk nog steeds nu, ook hoe die nu is, het was al gelijk goed. Een DNA Utrecht, speler die erin hoorde, altijd vooraan, vechten voor alle metertjes, team opbeuren. Ja. Nieuwe Jan Wouters. Ja, de nieuwe Jan Wouters, ja. Ja, het gouden middenveld bedoel ik. Ja, maar dat was toen een tijdje uit elkaar, Mars. Ja, dat was jammer. Ja. Dat was echt, als je het ook kunt wel zien, ja. De nieuwe de opkomst van ons nieuwe middenveld. Dennis Dynamite. Ja, en zijn er leuke cijfers of dingen die je te weten bent gekomen over hem? Ja, tuurlijk. Kijk,
113 wedstrijden in de totaliteit. 7 keer gescoord. Ja, toch geen slechte cijfers, denk ik. Yeah, I don't know. Maybe some of my people wanted me to score more, but. maar 113 wedstrijden toch in het eerste van onze club gespeeld. Voor toen aanval. Je was gewoon aanvallende middenvelder. No, ja, yeah, more defensive midfielder. Yeah. Yeah. Ja, dat zegt dus die 7 goals. Ja, maar we horen ook in het commentaar van Silberbauer. Wat is FC Utrecht zonder hem? Was het echt zo in die tijd? Ja, ik denk het wel. Ja, we misten die motor op het middenveld. Ja, en die rol die heb jij goed neergezet. Ja. Ja, en in het verleden hadden we natuurlijk ook een John Steen Olsen. Ja, die ook een beetje die rol had, zeg maar. En ja, die rol heb je goed neergezet. Dus kijken wat we nu krijgen, hè, op het middenveld. Nee, het was in ieder geval wel zo dat toen jij in 2008 als speler naar FC Utrecht kwam, dat het niet gelijk zeker was dat je naar FC Utrecht zou komen. Je had wat twijfels. Klopt dat? No, not really. I did have more offers, but like I said, that was the answer I gave before. When I spoke to what people said Utrecht would be like, they said what they wanted to do and the way they wanted to play and everything. I felt like it was a good match. So in the end, I chose for Utrecht. Ja, wat is je mooiste moment geweest als speler bij de club? There are those magic nights that you never forget, where you everything just gets combined, and of course the return game of the Celtic game was a really 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 good evening. Ja, de mooiste misschien wel, hè? Ja, yeah, it was a good night. Ja, nu weten we dat jij heel veel bezig bent met analyseren. Dat heb je in de afgelopen seizoenen ook veel gedaan, ook als assistent. Je bent toch geen laptoptrainer, hè? Zoals dat in Nederland zeggen. No, you know, numbers and facts is all good, but it's just a part of it. I don't believe in you can turn something on and that's the only thing. You need to have relationships, you need to see the people that are there, and you need to use your eyes. I think that is just as important as using facts. Ja, Jordi, waarin verschillen Henk Vreese en Michael Silberbauer? Ook Henk had als doel om de resultaten zoals we zijn geëindigd vast te blijven houden, maar het voetbal te verbeteren. En Michael is ook weer een ander type trainer. En je moet ook niet die trainers met elkaar gaan vergelijken. En ik kan positief zijn over Henk. En ik ben nu heel positief over Michael. En wat me met name ook bij Michael aanspreekt, is inderdaad wat hij zegt. Hij richt zich op heel veel facetten van het voetbal. Maar uiteindelijk brengt hij het samen en met name de energie waarmee hij dat doet en de relaties die hij bouwt met spelers, de connectie die hij zoekt met het publiek, het is echt samen met elkaar. En ik denk dat juist in deze tijd dat het verschil kan gaan maken. Hè? De hele maatschappij dat is versplinterd. Je merkt dat er een connectie is, je merkt dat de positiviteit in de club zit. En ja, ik denk met name, als we dat nog meer kunnen versterken, dat we daarmee het verschil kunnen gaan maken en successen met elkaar kunnen beleven. Ja, want nu weten we, Michael, dat jij tactisch behoorlijk sterk bent. Daar sta je ook onbekend. Jij was in je actieve loopbaan bij FC Utrecht ook wel een verlengstuk van een trainer op het veld. Wie is nu jouw verlengstuk van de selectie? Yeah, well, there are more people. I don't think it should be one. I also ask Jordi what he thinks. I think it's important that you get information for where you can get it. I ask our video analyst what he thinks. I ask our assistant coaches what they think, and I ask some of the players also what they think. And then you get different stories, different things, and then it's up to you to try and put it together and choose the things that you think is important going forward. Of course, I have higher expectations of Mike and Sander and these guys who's been here for a while than I have of some of the players that are young coming up from the second team. And I want the players to get involved. So
And especially the players that have achieved something before, and that they try to bring that knowledge further on. So there's also Nick and Bas and players that have tried something abroad and in Holland. They need to try and involve themselves and bring that knowledge to the other players as well. I can talk as much as I want, and that will have some influence. But if they start influencing each other as well, that may be more important. Ja, en als we het hebben over echt FC Utrecht voetbal en misschien wel Michael Silberbauer voetbal, waar moet dat dan voor staan, vind jij, Jordi? Nou ja, hij heeft niet voor niks de bijnaam Silberbauer, maar hij wil zijn ploeg vanuit een aanvallende mindset met het hart laten spelen. Maar wel vanuit een hele goede organisatie. En natuurlijk willen we dan iedere wedstrijd zo dominant mogelijk proberen te voetballen. Alleen moet je soms ook natuurlijk realistisch zijn en hangt het van een tegenstander af. En moeten we proberen resultaten halen, want daar gaat het tenslotte om. Ja, feit is dat de komst van Michael Silberbauer naar FC Utrecht logischerwijs niet onopgemerkt voorbij is gegaan in Nederland zelf. Maar ook zeker niet in Scandinavië. Hi Michael, Edo Duplan hier. Ik wil je heel veel succes wensen bij de club. Ik ben hartstikke blij dat je trainer hier bent geworden. Dat je terug op het oude nest bent. Hallo Mikael. Nice to see that you have taken your coaching badges and that you are head coach of Utrecht. Hi Mikael. Is Jürgen, die oude keeper van FC Utrecht. En die oude keepertrainer van de nationale elftal, waar jeg ook ben geweest, waar vi sammen. Ik ben geweest en ik wil feliciteren met je nieuwe baan bij FC Utrecht. I remember you as a great player and as a great man to coach. And we have also played together in your first season in Aalborg. En misschien zien we nog een keer als ik langs bij FC Utrecht om een wedstrijd te kunnen bekijken. Ik denk dat je alles hebt in huis om een goede trainer te worden. Ik denk dat je ook gewoon goed bij Utrecht past. So all the best. I will follow your career. Looking forward to see Utrecht climb the table. Thank you. All the best, Mikael. En wie weet, tot gauw. Veel succes, jongen. Hard werken. Joehoe. Ja, joehoe. Mooi eind van Jürgen Hendricks, keeper van FC Utrecht in de jaren 70. Stele Solbakken. De coach van onder meer Haaland en Ødegaard, oftewel bondscoach van Noorwegen. En Eduard Duplan, ja, die behoeft eigenlijk geen uitleg. Hoe is het om dit te zien, Michael? Ja, yeah, it's always nice to see familiar faces and people you have worked with and that you respect. So. Ja, geeft het je ook een beetje motivatie als je dit zo hoort? Of course. Stole, he was my coach also at, played with him shortly, but he was also my coach at FC Copenhagen. And some of the things that he taught me is also some of the values and some of the things that I have brought with me. So he has been important for me. Ja, we zagen ook de Deense doelman, voormalig Deense doelman van FC Utrecht, Jürgen Hendriksen. En Wim, die zijn we eigenlijk wel benieuwd. Heb je nog samengespeeld met hem? Zeker. En wat was het voor een man? Want als we hem hier zo zien, nou, dan komt hij toch wel een beetje over als de ideale opa voor kleinkinderen. Nou, hij was bloedfanatiek. Hij kon heel slecht tegen zijn verlies. En wat die Denen ook konden, allebei zoals Johnson Olsen en Jürgen Hendriksen, die konden de avond doorzakken. En dan de volgende ochtend, dan stonden ze er. En was iedereen nog zwak, ziek of misselijk. Maar die jongens die stonden er altijd. Ja, dat is een hele mooie periode waar we het zo meteen zeker over gaan hebben. Als we kijken naar jonge Deense talenten, die je hebt meegewerkt bijvoorbeeld bij FC Midtjylland. Geef jij wel eens tips door aan Jordi? Namen? Yeah, well, of course, that's the part of our job, is to talk together and also talk about different scenarios, different players. And I think it would be stupid not to mention a few players, and Jordi does that also the other way around, and then we will talk about it. But for now, you know, that it's already a big group, and but it's also looking forward to have a plan going forward for FC Utrecht. Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd. Als we het hebben over die winterwindow waar we nu in zitten, Jordi, wat kenmerkt zo'n winterwindow?
Ja, wat kenmerkt het? Het is eigenlijk een andere winterwindow dan anders natuurlijk. Omdat het een vrij lange tussentijd was. Normaal is die natuurlijk veel korter, maar door het WK is die enorm verlengd. Maar wat je eigenlijk ziet is dat bijna iedere club heeft gewacht totdat het 1 januari is. En pas dan de markt op gang is gekomen. En wat je met name in die periode ziet is natuurlijk dat er een aantal clubs in paniek zijn. Hè? Die hadden het seizoen anders voor zichzelf voorspeld dan dat het is gegaan. En die proberen dat nu natuurlijk nog te herstellen. Dus je ziet dat een aantal clubs natuurlijk heel druk bezig zijn. Dat is voor ons in dit geval anders. Wij zijn heel tevreden over de selectie die we hebben. Er zijn wat jongens die wat minder perspectief hadden en wellicht hebben gekregen, omdat er een nieuwe trainer is gekomen. En dus mogelijk verhuurd gaan worden in de komende dagen? Ja, precies. Hè. We hebben met Mimou Mahi hebben bijvoorbeeld een voorbeeld. Door de blessureleed wat hij heeft gehad, is het perspectief voor hem veranderd. En nu dat hij weer fit is, hebben we gekozen voor een verhuurperiode. En zo zijn er inderdaad nog een aantal spelers die wat minder uitzicht op speelminuten hebben. En waarvoor wij openstaan om een oplossing te zoeken. En er komen ook weer jonge jongens aan. Hè? Dat is ook weer het goede. Die op de deur kloppen vanuit Jong Utrecht. We hebben natuurlijk een Ruben Kluivert die het hartstikke goed doet. Maar ook een Fernandes die het heel goed doet. Dus dat zijn jongens waar we ook hopen in de komende periode de vruchten van te plukken. Ja, hey, er is iemand die meetraint, of eigenlijk moet ik zeggen revalideert bij FC Utrecht. Zakaria Labiat. Wat als hij over een maand of twee fit is? Dat zou je wel willen weten, hè? Heel graag. Nou ja, goed. Kijk, ik kan daar nu natuurlijk nog niks over zeggen. Zakaria die zit in de eindfase van zijn revalidatie. En ik heb een goed contact met hem. En ja, ik denk voor wat hij heeft betekend voor de club Utrecht, dan is het natuurlijk logisch dat wij hem de ruimte geven om dat traject bij ons te doen. Daarin ligt er niks vast op papier. Maar het is natuurlijk wel heel fijn dat we dat van dichtbij kunnen volgen. En kijk, laten we eerlijk zijn, op het moment dat je een fitte Labiat hebt en hij zou ervoor openstaan om ons te helpen en voor ons weer te willen spelen, dan is dat natuurlijk heel interessant om dat te bekijken. Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd, ook dat. Dan over een krantenkop. Lees je überhaupt kranten trouwens? Nee, ik heb daar niet te veel tijd voor, maar je krijgt natuurlijk wel de dingen mee. En ja, we kennen natuurlijk de voetbalsites, de bekende die veelal de krantenkoppen overnemen. Dus je krijgt wel mee, maar ik weet niet waar je op doelt. Ja, iets met PSV en gecharmeerd van Zoudan. Nou ja, ik heb hier een contract en iedereen weet dat ik daarin heel loyaal ben naar de club. En ik ben nu hier en ik blijf hier en ik wil het met name daarover hebben. Dus waar je op doelt, daar reageer ik. Maakt het je wel trots als je dat leest en ziet? Het is niet zomaar dat bijvoorbeeld bij een RTV Utrecht en landelijke media verschijnt. Nou ja, goed. Ik werk hier, hè, ik doe het nu bijna 8 jaar. Ik ben met name heel trots op dat ik de kans heb mogen krijgen. En dat we met elkaar samen, ik doe het natuurlijk niet alleen, we hebben een heel team. En dat we met elkaar samen nu een heel sterk fundament hebben neergezet. En hè, we hebben 7 jaar nu lang in de top 7. 1 keer 7e, 3 keer 6e, 2 keer 5e, 1 keer 4e. We hebben iedere jaar voor heel veel geld hebben we verkocht. Maar we zijn ontzettend ambitieus. En ja, ik ben ook nog steeds ontzettend ambitieus. Maar met name om met Utrecht weer proberen die volgende stappen te maken. En tuurlijk willen we dat vanuit realiteit doen. Hè? Want om hier te komen waar we nu zijn, dat had eigenlijk al niemand verwacht. Hè? Want echt een stabiel in die subtop eigenlijk je nesteren. Dat was al een hele moeilijke opdracht. Nou goed, dat hebben we nu gedaan. Maar we willen nu heel graag stap voor stap weer verder. Maar wel vanuit realiteit. En om ergens te komen is al moeilijk. Om het te blijven is heel moeilijk. Maar om dan weer een volgende stap te zetten, ja, die uitdaging is nog groter. Maar ja, daarin werken we met elkaar keihard. Ja. Mannen, we laten hem voorlopig niet gaan, toch? Nee, zeker niet. Nee, natuurlijk niet. En hij is zeker trots dat hij ook genoemd wordt. En dat doet het hartstikke goed. Ja, want het is toch echt zo'n uithangbord voor je club? Tuurlijk, maar Jordi is ook Utrecht. En wat hij net verwoord is super. We hebben de kans gekregen, die blijft voorlopig nog wel even. Anders ga ik voor die deur staan. Nou, nou je kan niet weg, de deur zit op slot, oké? Nee, maar
Nee, maar het voelt, wat ik al zei, wat je ziet, de gemiddelde eigenlijk looptijd van een technisch directeur bij een voetbalclub, dat is tegenwoordig op een jaar en 3 maanden volgens mij. Maar ja, wat ik al zei, ik ben ontzettend dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Ik ben ontzettend loyaal ook naar die club en ik wil met name met de club wil ik die volgende stap zetten. En daar werk ik iedere dag keihard voor met de mensen om mij heen en ik heb ontzettend veel vertrouwen daarin. En met de supporters, wat ik net al zei, we doen het echt met elkaar. En ja, als we dat gevoel kunnen vasthouden, dan gaan we nog een hele mooie tijd tegemoet. Ja, werkt het motiverend als je hem zo over voetbal en zijn functie hoort praten? Ja, of course. And it also speaks to Jordi, the way he is. The passion he has and the goals he has is very ambitious and I think it's just as it should be. So I think Utrecht is also lucky to have him. Ja, belt hij jou vaak ook buiten tijden op overweg na en dan tot irritant aan toe? Ja, dus. No, it's. Dan wordt hij gewoon. Hoe vaak bellen jullie over voetbal? Yeah, well, when it fits, you know, I like to hear what he has to say, sometimes it's not something that has to be, but I sometimes drops by. He sometimes comes to the office. Sometimes it's a call. It is, of course, I like to that we can talk about different things, also not only football, but that. I like to hear what he has to say. Ja. Over 2,5 jaar, dan is jouw contract afgelopen. Wat hebben we dan met z'n allen beleefd als het aan jou ligt? Yeah, well, I hope that we can reach the goals that we've set. But what's more important for me is that we start, as I said to somebody, that it should not be a revolution, it should be an evolution, that we can start to see ideas that the way we want to play, that we can be more dominant against other teams. And in the end, it's not about me. It's about FC Utrecht getting something, a foundation that they can build on further for years to come. And it's my goal to help to start that. And I hope that I can be here for a long time. But my hope is also that this is a start where you can really. Jordi speaks about. Taking the next step. I hope this could be just a small part of that next step is to lay a foundation. Ja, groepsfase in Europees verband tegen Napoli, Steaua, Liverpool en zo. Yeah, well, that's of course the hele stoute droom. Yeah, well, that's the icing on the cake, isn't it? It's the big goals and you know, I think if you go out and you put in hard work and you deliver every time. Then there will be times where it will be tough. There will be times where you lose. But if you do this every week in and out, then at a certain time the results will follow. And then you also have the chance maybe again one day and hopefully not too long to have the chance to get into Europe again. And when you get in there, you have to know that's something special. Mag ik je danken voor je mooie woorden. Enthousiast hoe je over voetbal spreekt. Tak van Elt. Zometeen dan neemt Wim Vleit plaats op jouw plek. En dan neem jij lekker plaats aan de bar. En dan gaat Martin jou ongetwijfeld voorzien van een lekker biertje. En wat wij nu gaan doen is naar de boerenkoolavond van FC Utrecht in Stadion Galgenwaard. Het is tijd voor de Babbelbox. Het was 12 mei 2002 toen FC Utrecht op een bijzonder vervelende manier door een buitenspelgoal van Wamberto de bekerwinst op hun buik kon schrijven. De Babbelbox is benieuwd en vraagt zich af, wanneer bent u voor het laatst buitenspel gezet? Wanneer ik voor het laatst buitenspel ben gezet? Dat is een goede vraag.
Zo, daar moet ik even over nadenken. Ik kan me niet heugen, ik denk toen nog lange haren, dus dat is heel lang geleden. 2 jaar geleden? Als verdediger gaat dat wel moeilijk, hè? The last time I was offside was with my wife, when I took her car. Net ook weer. They don't have a parking sensor, you know, in the car. Toen wilde ik wat boerenkool wegbrengen. I go back and I hear a poom. And I straight feel like she slapped me, you know, in the face. Like, poom, I told you, don't go back. And that was like the last time I remember. Toen dacht ik even aardig te zijn en toen zei ze, dat hoef ik niet. Dus toen werd ik ook even buitenspel gezet. We gaan het hebben over de beginjaren van FC Utrecht. Toen het team nog voornamelijk bestond uit spelers uit de eigen provincie. Utrechtse jongens die allemaal gingen spelen bij de club. Gefuseerd tussen DOS, Elinkwijk en Velox uiteraard. Wim Vlaert, hartstikke leuk dat je aan bent geschoven. Ja, we gaan het hebben over een periode dat Jordi volgens mij nog in de luier zat. Ik was er nog lang niet. Maar we hebben ons laten vertellen, een man met een hele mooie linkspoot. Razendsnel, die hele flank, die was voor jou. Nou, dankjewel. Dan zijn we klaar. Hè? Nee. Nou, het klopt wel een beetje. Natuurlijk, de linkerflank. Ik begon ergens aanvallen. Later omgeturnd als middenvelder, later als linkerverdediger. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk te veel aanvaller. En te weinig verdedigen. Kijk, wat Utrecht nou wil weer promoten, om druk te zetten. Iedere thuiswedstrijd was het altijd meteen vastzetten. Dus kon je al lekker veel aanvallen. En ik heb een periode nog met Willem van Hanegem gespeeld. En die liep natuurlijk wat minder. Dus er was ontzettend veel ruimte om er overheen te jakkeren. En dat ging aardig. Ja, waar zou een Wim Vlaert nu bij FC Utrecht kunnen spelen? Ook op die vertrouwde linksbackpositie? Zou je het niveau aankunnen? Tuurlijk. Ja. Waar heb je het meest van genoten in die tijd? Want je hebt na een kleine 10 jaar bij de club gespeeld. Ja. Nou, een aantal dingen natuurlijk. Want je kan nooit van één ding, het zijn de combinatie van. Maar wel ook de humor en het lachen in de kleedkamer. En de gekke dingen die uitgehaald werden. Ik kan me bijna geen training voorstellen dat er niet gelachen werd. Of gekloot werd of wat uitgehaald werd. Ook in een moeilijke tijd werd altijd wel heel erg veel gelachen. En door middel van, iedereen werd ook gewaardeerd, in zijn waarde gelaten. En als je het niet zo goed deed, dan kreeg je op de training een correctie van een of andere speler. Dat gebeurde niet. Ja. De humor en de randzaken, daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Maar eerst even naar de bar. Want hoe lief was hij eigenlijk als speler en hoe stond hij bekend? Was hij eigenlijk wel lief? Ja, hij was heel lief. Ja absoluut. Zeker. Ja. Want, waar blijkt dat uit? Nou ja, 100 wedstrijden en geen gele kaarten halen. Ja, en dan de eerstvolgende keer dat je een kaart kreeg, was omdat je een bal weggooide. Dat kan je nagaan. Ja, dus een back die in 100 wedstrijden geen kaart haalt, dat is uniek toch? Had ik niet nodig. Nee. Ja, en als je dan de hele cijfers pakt, 235 wedstrijden en uiteindelijk maar 4 gele kaarten. Nou, dan moet ik wel zeggen dat vroeger kon je iets meer doen voordat je een gele kaart kreeg. Dat was ook wel zo. Had je nog niet van die vervelende schermen langs de lijn staan en nee, zo? Nee, en als de camera er niet was, dan geen uitzending op tv, dan ging het ook allemaal wat anders in het veld. Maar ik stond zeker niet bekend als een harde die er. Ik had niet veel fysiek mee te brengen, dus ik moest wel uitkijken. Dus ik moest het op een andere manier natuurlijk doen. En dat was eigenlijk een beetje door het aanvallen dat ik het vaak te veel voetballend wilde oplossen, ja. Ja, want hoe goed kon je in die tijd, we hebben het over midden jaren 70, dat jij bij FC Utrecht kwam, rondkomen van het salaris als voetballer? Ik niet. Je was semi-prof. Ja. En dat betekent dat je daarnaast nog werkte bij? Bij de grootste kruidenier van Nederland. Albert Heijn. Ja. En dan werk ik van 7 tot 1 en eerst van 7 tot 4 en dan s'avonds op de fiets en dan trainen. Ja, je kunt je haast niet voorstellen. Jordi, hoe zat dat bij jou? Heb jij nog zoiets gedaan? Spoelkeuken in de horeca of zo? Vakken vullen? Nee, toen waren de tijden anders. En ik maakte toen ik 16, 17 jaar was. Toen kreeg ik mijn eerste contract. En toen werd ik overgeheveld naar de A-selectie. Ja, daar was ik apetrots op. Op mijn eerste contractje, weet ik nog zo goed, was Hans van Breukelen, die was technisch directeur. En ik had niet een zakenwaarnemer of wat.
Dus en mijn vader die eigenlijk het eerste voorstel, normaal moest je dan altijd onderhandelen. Ja. Maar mijn vader was natuurlijk ook als echte Utrechter zo trots als een pauw dat zijn zoon een contract kreeg bij Utrecht. Je wilde nog geld toeleggen. Dus eigenlijk, we kregen het contract en hij zei eigenlijk, waar moet hij tekenen? Tekenen. Dus we hebben totaal niet gekeken waarvoor ik tekende. Maar iedereen zei achteraf, je bent gek. Maar ja, we waren als familie zo trots dat ik een contract bij Utrecht had. En ja, dat was super mooi. Ja, jij als Utrechtse jongen inderdaad spelend bij FC Utrecht. En we weten dat een pijler van de club echt is om Utrechtse jongens bij de club te krijgen. Hoe moeilijk is dat? Want dat is bijna niet meer te vergelijken met de jaren 70 natuurlijk. Nou ja, goed. Kijk, we streven nu een niveau naar dat je natuurlijk niet alleen naar Utrechtse jongens kijkt. Het gaat om goede voetballers. En spelers waar het publiek en de speelstijl zich mee kunnen identificeren. En tuurlijk, als je een keuze hebt, als je een Utrechtse jongen hebt, of je hebt er een uit het buitenland, dan zal je altijd daar een voorkeur voor hebben. Maar met name gaat het natuurlijk om kwaliteit op het veld. En ja, dat is waar het om draait. Ja, het meest trotse wat een jongen uit de provincie Utrecht denk ik kan zijn, is op het moment dat je die captainband om de arm hebt. Die heb jij ooit om je arm gekregen. Han Bergen vond iets niet zo leuk van volgens mij Leo van Veen. Correct. Hoe zat dat precies? Ik kreeg hem omdat een ander zich eigenlijk niet netjes gedragen had en zich niet aan de afspraken had gehouden. In dit geval was het Leo Verveen die ging zaalvoetballen en dat was door Han Bergen verboden. En als straf kreeg ik toen die aanvoerdersband. Ja, maar Leo die investeerde gewoon in zichzelf buiten training om? Nou, Leo was een liefhebber, die liep altijd achter de spelletjes aan, dus dat... Dat maakt hem niet uit. Ja, werd in dit geval niet helemaal gewaardeerd? Nee. En hij dacht, ik doe het ergens veilig op mijn plek. Maar ja, de verrader slaapt niet. Ja, dus traders hebben overal een informant, hè? Dus, heel veel, ja. Ja, hoe was het voor jou om die band om de arm te hebben? Best wel speciaal, zoals ik nu een beetje suggereer. Nou, het is wel een erkenning natuurlijk. Dat de trainer jou dan op dat moment waardig acht om die band te dragen. Om de club te vertegenwoordigen, ja. Ja, maar voor de rest... Ja, dat je die leiderschap of die capaciteit een heel klein beetje in je had, dat bleek dus wel zowel binnen de lijnen. Met die band om de arm, maar ook zeker daarbuiten. Gerard van der Lem probeert het publiek nog toe te spreken. En ook Wim Pleit, de aanvoerder van Utrecht, zegt waarom? En dat is inderdaad de centrale vraag. Waarom? Kom de straal hier dan uit, man! Nou, dat is heldere taal. Er zit geen woord Spaans bij, Wim. Nee, maar dan bereik je het meest. Ja, lukte dat in dit geval? Dat weet ik niet. Maar nee, maar er was wat op het veld dus, gaande. Of op de tribune, moet ik zeggen. Ja, er gebeurde altijd wat natuurlijk op de tribune bij Utrecht. En zeker op de Veemarkt, wat ook een armetierig stadionnetje was. Waarbij we ook nog wel heel goed speelden, maar weinig publiek hadden. Dus je kon het allemaal veel beter volgen. Dus als er ongeregeldheden waren en dan de scheidsrechter dreigde om de wedstrijd dan stil te leggen, ja, dan moet je er wat aan doen. Ja, neem ons dus mee in mooie momenten, dingen die eruit springen voor jou. Het spelen van Europees voetbal? Absoluut. Ja? Absoluut, ja. Nou ja, in die zin dan niet getroffen dat je natuurlijk zo sterke ploegen tegen je kreeg. Maar de eerste wedstrijd speelden we Arges Pitești in Roemenië. Ja, we wisten het dan wel te vinden. Een hele arbeidierige gebeuren daar. De bevolking, heel veel armoede. We kwamen er heel goed weg. Hans van Beukelen stopte nog een strafschop. En thuis wonnen we dan met 2-0. En ja, en daarna gingen we dan... dacht toen Eintracht-Frankfurt. En dat had echt een wereldploeg. Eintracht-Frankfurt. Dat was ook een van de eerste die een verwarmd voetbalveld hadden daar. We wonnen thuis met 2-1 en we verloren daar met 3-1. Dat was wel heel sneu, want we waren er toen wel dichtbij in ieder geval. Ja, dat is best mooi. Dan gaan we Marcel er even voorbij halen, denk ik. Dat jij heel veel dingen hebt bewaard. Zoveel dat je haast denkt, hè? Kijk, want zoals loonstrook is, dat snappen we dat je die bewaart. Verkeersboetes, nou ja, die verscheur je gelijk. Maar jij hebt zelfs boetes van de club bewaard. Ja. Waarom? Nou, ik kreeg ze heel weinig, dus daar moest je zuinig op zijn dan, ja. Denk ik. Hè? 30 euro, omdat je te laat was. Ja. Ja, gulden in die tijd. Gulden zelfs, ja. Kun je nagaan. Ja, maar als je dan 100 gulden verdient, is dat toch van veel natuurlijk. Ja, zeker. Maar was het 100 gulden wat je verdiende? Nee. Nee. Ja, misschien, ja. Je verdiende meer, maar kreeg je ook meer? Nou ja, kijk, op het moment dat je tekent, moet je niet zeuren en dan ben je daar tevreden mee. Ja. En wat anderen krijgen of niet, dat is niet zo belangrijk.
En Jordi, het maakt mij gelijk nieuwsgierig. Heb jij wel eens een keer een boete gehad voor de club? In dit geval was het Wim die een boete kreeg voor te laat komen op een training. Wat heb jij wel eens gehad? Poh, ja, wij kregen in die tijd kregen we geldboetes. Dus op het moment dat je te laat was of je deed iets wat niet kon, dan had je een geldboete. Dan ging dat in de boetepot. En aan het einde van het seizoen, dan gingen we er wat leuks van doen. Maar ik was daarin niet de grootste sponsor. Dan moest je meer aan DJ Martel denken, die eigenlijk verantwoordelijk was voor de hele boetepot. Ja, dus, ja. Die subsidieerde dat feestje aan het eind van het seizoen. Ja, nee, ja, altijd als we wat gingen doen, dan zeiden we altijd sponsor, DJ, bedankt. Dus dat... Nee, die was daar goed in. Ja, jij dus echt niet, hè? Je zit er nu niet te liegen. Dat, Nee, ik tuurlijk heb ik wel eens een boete gehad. Oké, okay, waarvoor? Voor te laat komen of op trainingskamp. Dan moesten we voor een bepaalde tijd thuis zijn. En dan hadden we het net iets te laat gemaakt. Jordi houdt ook van bier. Nee, ja. Dan waren we met een groepje en dan had je je niet aan de tijd gehouden. Of dan dachten we stiekem weg te sneaken en dat niemand ons gezien had. Maar dan waren we gewoon vol vastgelegd op de camera. Ja, dan moest je de volgende dag moest je aftikken. Ja, breng die jongens van u niet op idee, hè? Nee. Ja, ik moet zeggen, de tijden veranderen daarin natuurlijk. En het voetbal wordt natuurlijk steeds professioneler. En het zijn tegenwoordig zijn het echt atleten. En die kunnen zich dat eigenlijk niet meer permitteren. Ik denk in die tijd, maar al helemaal niet. En bij onze tijd ging het nog af en toe. Maar nu eigenlijk zit dat er gewoon niet meer in. Ja, fysiek moet je nu verder zijn als je het vergelijkt met toen. Ja, fysiek was het beperkt natuurlijk in onze tijd. Ook de medische keuringen stelden eigenlijk helemaal niets voor. Hè, dus zo je ogen dicht houden en 10 kniebuigingen en je kon weer een jaar voetballen. Dus dat stelt echt helemaal niets voor, nee. Maar op het moment dat een speler nu iets doet wat dan niet geoorloofd is, hebben we nog een rat op de overvecht of hoe werkt dat nu? Ja, tegenwoordig, dat is op zich wel leuk. Ze houden dat nu ook echt zelf bij, die regels. En dat doen ze natuurlijk heel scherp, want daar hangt een heel groot rad. Met een aantal geldboetes, en dat verschilt ook in hoogte. Maar er staan ook een aantal ludieke dingen op. En dat kan zijn een week lang poortwachten. Nou ja, dan krijg je echt, die filmpjes hebben we voorbij zien komen. Dan krijg je echt een hesje aan en moet je 's ochtends, totdat iedereen binnen is, als een parkeerwachter iedereen zijn plekje wijzen. Dus dat zijn dan de ludieke dingen. Maar ja, daar kan je ook nog steeds een geldboete draaien. Ja, was het niet een keer Moussa die dat heeft meegemaakt, als ik me niet vergis? Ja, Moussa die heeft het inderdaad. En zo zijn de klusjes in de keuken van Overvecht, dat je de borden af moet ruimen. En wat ik al zei, geldboetes gecombineerd met ludieke acties. Ja, als je niet uitkijkt, dan ben je een semi-prof, dat hoor je wel. Ja. Ja, feit is natuurlijk wel dat in de jaren 80 niet alles crescendo was. Financiële malaise van de club in het begin van die periode. Hoe heb je dat beleefd en hoe is de club ooit in die situatie terechtgekomen? In die situatie terechtgekomen is dat te veel mensen eigenlijk te veel wilden. En te veel supporter waren. En dan het zakelijke niet konden scheiden en dan ja, iets te ver gingen. En dan is het een doodlopende weg en je komt van het een in het ander. En dan is het natuurlijk heel triest dat natuurlijk gebeurde. Ja, had onder andere te maken met loonlasten volgens mij, hè? Het ging om tekengeld en dat soort dingen meer. En op een gegeven moment kon het niet meer gewoon opgebracht worden door recettes. En sponsoren had jij helemaal niet. Ja, de vrienden van FC Utrecht. En die deed echt verschrikkelijk veel voor de club en dat soort dingen meer. En dan was het op vrijdag zowat en ook kon je komen. Dan zat je salaris in een envelop zonder loonstrook. En dan wist je al van oké. En dat ging voor een aantal spelers niet te ver. En toen kwam de club dan dat ze niet meer konden afdragen. Ik geloof een rekening van het hotel in Hamburg werd niet betaald. Dat heeft UEFA toen ook nog een keer gedaan. Ja, en toen werd het op een gegeven moment ging het heel hard. Ja, het was wel zo dat die hele situatie binnen de club op een gegeven moment landelijk bekend werd. Dat had alles te maken met een bezoek van de selectie van FC Utrecht aan het programma van Sonja Barend. En daarin sprak de captain van FC Utrecht bijzonder helder, Hans van Breukelen. Dat is onze nieuwste plaat, want spelers en supporters die geven het niet op. Dat wordt ook de titel, het is nog een lakker, het is de allereerste, de hoes is er nog niet helemaal.
De tekst en muziek is geschreven door Jaap Dekker. Het is een soort rhythm and blues-achtige carnavalskraker. Dus hij zal het ook beslist fantastisch doen in de discotheken. Ik denk dat alleen de boerenkapellen er wat moeite mee zullen hebben. Maar ik garandeer het, het wordt een knaller als met name alle Felix Murders, Tom Mulders enzovoort enzovoort ons blijven steunen. En daar reken ik op, want zoveel mensen doen het al. Ja, heldere taal van Hans van Breukelen. En dat brengt ons gelijk bij het museumstuk van deze uitzending van Café Galgenwaard. Het volgende item is iets wat ja, misschien iets minder uniek is, maar de actie die erbij hoorde, die maakt het wel weer uniek. Het is het singeltje We geven het niet op, ingezongen door alle spelers. In 1981 ging het niet zo heel goed met de club. Handtekeningen, acties en verkoop van het singeltje moesten er eigenlijk voor zorgen dat Utrecht eigenlijk bleef bestaan. Dat is gelukt, want anders hadden we hier nu niet gestaan. Je hoort echt dat het spelers zijn die beter met hun voeten kunnen spreken dan met hun mond. Dus ja, de zangkunsten waren niet echt geweldig. Maar het blijft een unieke ervaring om spelers een liedje in te zien zingen. Het item is misschien niet zo spannend, maar het verhaal daarachter is het leuke. Het item is me al vaker aangeboden. Er zijn er natuurlijk heel veel van. Ik heb er maar één nodig en dat is deze. Ik denk niet dat er ooit nog een keer spelers zijn die hun zangkunsten gaan vertonen. Uit diezelfde tijd hoort natuurlijk deze sjaal. Utrecht moet blijven en gelukkig, we blijven. Zo is dat, Marcel. FC Utrecht moet blijven. En laten we van die woorden ook even zeker gaan kijken naar de uitzending bij Sonja Banert. Want de spelers moesten inderdaad echt aan de bak. Ze moesten zelf gaan zingen. Ik zie daar ook een man met een wit jackie voorop daar heel fanatiek heen en weer lopen. Ja, ik zit hier nog met plaatsvervangende schaamte, maar dat was ik. Ja. Je deed het voor de club. Ja, ja, we lachen er nu misschien een beetje om, maar hoe bepalend is die actie met bijvoorbeeld de song en ook een kwartetspel geweest? Of was het eigenlijk meer symbolisch? Ja, ik denk dat het symbolisch is. Kijk, de grootste drijfveer was dat Utrecht een nieuw stadion kreeg. En dat nieuwe stadion, dat stond al in de stijgers. En dat konden ze nooit meer afblazen. En wij waren natuurlijk de eerste. Ja, MVV had in die tijd ook nog wel wat problemen, financiële problemen. Ik denk dat dat wel meegespeeld. Natuurlijk, de wethouder nu, dat stond natuurlijk wel aardig onder druk. Laat zeggen, fouten die er gemaakt zijn. Onjuiste boekhoudkundige handelingen. Met betrekking tot kaartverkoop. In de zin van, zou fraude gepleegd kunnen zijn. Hè? En natuurlijk de kwartetten verkopen langs de deur en allerlei showprogramma's op volle toeren, optreden. Zo. Dat was allemaal hartstikke leuk, maar dat kan nooit de bijdrage zijn geweest tot het behoud. Nee. Ik denk het nieuwe stadion. Ja, want die wist natuurlijk ook die pot, dat op het moment dat hij het niet zou doen, dat er ook een soort van maatschappelijke druk was. Ja, ja, ja. Ja, wie moet het anders dan gaan spelen? En Utrecht zonder club. En dat was er heel moeizaam in 1970 gegaan met de fusie natuurlijk. En dat er dan bijna na 9 of 10 jaar een einde aan zou komen, dat kon niemand zich eigenlijk voorstellen. Nee. Wij als spelers ook niet. Maar. Nee, Jordi, als zo'n situatie zich nu voor zou doen, dan kreeg je 11 transferverzoeken. Hoe zou dat er nu werken, denk je? Ja, dat is moeilijk in te schatten, maar ik denk dat er dan inderdaad natuurlijk zal worden gekeken hoe je met zo'n situatie omgaat vanuit spelers. Maar ja, ik denk met name dat je dat een totaal andere tijd dan dat het nu is. Dat is heel moeilijk om daarop te reageren. Ja, maar eerder een compliment voor de dance moves. Want ik denk dat ze dat in deze tijd zelfs niet nadoen. Ja, hij doet het thuis nog wel. Ja, maar nou breken ze alles, hè? Nee, het is natuurlijk ook zo dat niet alleen in die tijd, maar ook in jouw tijd als speler, dat er ook wel geregeld acties werden opgezet. Klopt het dat jij ook nog loodjes hebt verkocht voor de club? Ja, ik had het toevallig met Mike nog over. Dus dat was natuurlijk ook een moeilijke tijd voor de club.
Maar het zorgde ook wel weer voor verbinding met elkaar. Als je zag, je deed dat samen met de supporters, de spelers. En ja, die spreken daar nu nog steeds over. We hebben echt de meest gekke dingen meegemaakt. Dat we bij een gamma en met een brandweerauto de stad in gingen om loten te verkopen. Maar ja, we maakten er ook wel weer wat van. Dus ja, wat eigenlijk jij net ook aangaf. Er werd ook wel weer veel gelachen. Er ontstond saamhorigheid en ja, ook de verbinding met de supporters. Dat is wel wat mij vanuit die tijd echt het meest bij is gebleven. Ja, ik wil niet zeggen dat spelers anno nu 2023 niet benader zijn. Maar in die tijd waren jullie wel heel erg benaderbaar. Hè? De adressen van sommige spelers waren zelfs bekend bij supporters. Ja, ja, we werden ook niet lastiggevallen, dus dat scheelde dan. Kreeg je wel mooie brieven? Ja, we kregen wel verzoeken, dat soort dingen. Verzoeken? Ja. Welke hoek moeten we dan zoeken? Nou, dan moet je zoeken van een postzegel erbij in de hoop dat ze dan een kaart kregen met een handtekening. En nou ja, of ze dan ook nog van iemand anders dan kon regelen. Vaker moest ik een Hans van Breukelen vragen of hij dan de foto erbij wilde doen. En daar bestond het uit voor de rest. Ja, die adressen stonden overal in de presentatiegids, in de jaarboeken van Samson. Eerste divisie, eredivisie, je kon zo gek niet denken. Ja, ik mocht vroeger ook van mijn moeder, kreeg ik 20 enveloppen en 20 postzegels. En dat waren voor 10 spelers. En dan mocht ik 10 spelers uitzoeken waar ik een brief naartoe zou sturen. En als er dan meer dan de helft terug was, dan kreeg ik weer 20 nieuwe postzegels. Om zo een begin van een verzameling op te zetten. Ja, Europees voetbal hebben we het over gehad. Financiële malaise van de club. Maar sportief succes was er bijvoorbeeld in 1981. Dan speel je daar met een aantal Utrechtse jochies in Jong Oranje. Hoe was die ervaring? Heel leuk. Ik kan niet anders zeggen. Verrassend. En, ik speelde toen tegen Denemarken. In Denemarken. In Aalborg. Dus, we wonnen. Dus dat was ook nog hartstikke leuk. En ik kwam in aanraking met andere spelers. Ik heb nog één keer nog in het Nederlands B-team gespeeld tegen België. En dan zal ik een verhaal vertellen dat René van der Gijp deed mee. Ja. En we hadden een trainer, Arie de Vroet. Nou, het was niet, want die kwam zelfs op mij vragen, wat speel je bij de club? Nou, ik heb geselecteerd en wegen ineens ook speel. Toen zei je linksvoor natuurlijk. Ja, maar die ging naar buiten en die had een hele moeilijke bespreking gehad. En die ging naar buiten op het veld kijken en René van der Gijp ging hem nadoen. En die stond hem helemaal na te doen, maar we lagen allemaal in een deuk. En opeens komt de trainer binnen, wij stil, en hij lag in een deuk. En die zei, ja trainer, ik had het net over jou, zit hij zo. Dus die was echt al zo gek als een deur toen. Dat, ik weet niet hoe dat nu is, maar echt de humor, het lachen en ja, echt verschrikkelijk. Maar dat komt misschien ook omdat er een hoop echte Utrechtse jongens en ook schoffies tussen zaten, die voorop liepen met de humor. Ja, dan heb je het over Monster, Cabot, Adelaar. Ja, Ton de Chatier zeker niet te vergeten aan zijn gang maken daarin. En, en Jan Monster kwam voor het eerst op de training. En die stond met een washandje onder de douche. Nou, dan moet je bij spelers dan met een washandje onder de douche. Dat hebben we nooit gezien daarin. Maar hij werd daarin gewoon echt gerespecteerd. Hij voelde zich eigenlijk meteen thuis. En het was ook heel jammer voor de jongens zijn carrière, want het had absoluut een geweldige speler geweest. Ja. In die tijd bij Jong Oranje kreeg je ook een vergoeding voor het spelen in Jong Oranje. En ook die heb je allemaal bewaard. Wat ben je toch een mooie verzamelaar. Was dat op dat moment een leuk bijverdienen, hoe jullie dat zagen? Of was dat echt dikke vetpot, echt een groot deel van je inkomen? Nee, dat was een beetje bijverdienen. Kijk, ik was voor het eerst bij Jong Oranje dat een dagvergoeding kreeg als een onkostenvergoeding. Ja, een paar honderd gulden, als ik me niet vergis. Hè? Ja, over die 3 dagen ook een paar honderd euro. Dus dat hadden we nooit meegemaakt. Bij Utrecht moest je wachten tot je schoenen kapot waren. En dan kon je een nieuwe krijgen, eerder niet. Want er was geen geld voor. Dus dat kan je niet voorstellen. We kennen natuurlijk allemaal Pitch Invasions. Bijvoorbeeld die in mei 2017. Toen FC Utrecht eerst met 3-0 onderuit ging bij AZ. Maar dat helemaal recht wist te zetten in de eigen Galgenwaard. Met 3-0 won van AZ. En na penalties uiteindelijk Europees voetbal haalde. Maar we hebben het ook op een hele andere manier gezien. 10 jaar daarvoor, zo'n 40 jaar daarvoor. Toen FC Utrecht een laatste wedstrijd speelde in de oude Galgenwaard. Utrecht tegen PSV. En na afloop gebeurt iets. Nou, zo gezegd, vandaag de dag. 40 jaar later, we hebben het er nog over. De Galgenwaard moet worden afgebroken en dan doen we dat lekker zo met z'n allen. Wedstrijd gespeeld,
Maakt allemaal niets uit, we vernielen. De galgenwaard is het niet meer. Nou, dat doeltje dat wordt mooi omver gelegd. Was dit gepland voor jouw gevoel? Nee, er kwamen wat spelers op het veld. En volgens mij heeft de toenmalige voorzitter geroepen: jongens, wacht nou tot na de wedstrijd of iets dergelijks. In die trant, zonder de bijbedoelingen. En dat was meer een vrijbrief, het was meer baldadigheid. Want ja, wij liepen er ook gewoon tussen en er gebeurde echt voor de rest helemaal niks. Alleen ja, vernielen, dat vinden ze nog steeds leuk. Hè? Bushokjes en bussen, dat schijnt nog steeds in te zijn. Maar dat was toen ook al, ja. Als je het zo ziet, dat doeltje bijvoorbeeld, dat kan toch nog prima in een ander stadion of op een ander veld worden gebruikt? Ja, maar ja, als de geest uit de fles is, dan de een wordt nog gekker dan de ander op zo'n veld. Ja, maar ze kregen ook wel een beetje vrij spel, had ik het idee, hè? Ja, het was echt, volgens mij was het toen, in mijn was het een hele communicatiefout, zelfs het Utrechtse Nieuwsblad had het nog gestaan. En met de omroepspeaker of zo, hè, Marcel? Ja, de stadionspeaker, die spoorden het gewoon aan, van nu mag het. Ja. 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 Ja, dat moet je niet zeggen tegen de Utrechtse supporter. Nee, maar heeft dat de club dan ook echt serieus geld gekost? Nou nee, dit heeft wel image schade gedaan aan de club, want het ging de hele wereld over, geloof ik. We zijn er nooit zo bekend geweest in het buitenland. Door middel van het stadion. Niet overwogen om zelf even mee te helpen? Nee, dat niet. Laat ze het lekker uitzoeken. Het was volgens mij ook een gelijk spel, die wedstrijd of zo. Ja, 0-0. Ja, het was een zaadstengelpartij. Ja, precies. Het was geloof ik 0-0 tegen PSV. Ja. Het is gebeurd. Ja. Hey, die Barry Hughes, slechte trainer, hè? Nou, kijk, ik vind niet dat je mensen moet gaan lopen afzeiken. Dat nee, met de knipoog uiteraard, Wim. En, ik had niet zo'n goede band met hem. Nee. Dat is alles mee gezegd. Ja, nou ja, kijk, ik vind over de oude tijd, je moet naar de leuke dingen kijken. En natuurlijk, de ene speler ligt de trainer beter en andersom ook. Ja, dat is soms heel vervelend. Ik vond het alleen jammer dat hij niet zo direct was en dat hij dan een beetje om de hete brei heen. Ja, niet direct, het Utrechtse ontbrak dus. Ja, absoluut. Ja. Dat heeft hem volgens mij ook zijn kop gekost. Ja, daar kan ik dan niks over zeggen. Maar over het Utrechtse gesproken, toen jij naar NAC vertrok, ben jij altijd die Utrechtse jongen geweest? In die zin in Utrecht blijven wonen? Of hoe vloog je dat toen aan? Ik reed op en neer, ja. Ik woonde toen in De Bilt naar Breda. Ja. Dat was een aardig stukje geheim erin. En ook daar, zo direct als wij hier zijn, dat zijn ze in het zuiden ook niet. Anders? Ja, kunnen we er niet zo goed tegen. Nee, ze kunnen niet tegen. Nou ja, ze zijn heel aardig voor je. En dan komen ze 3 maanden later. Ja, toen vond ik het niet zo leuk van je. Ja, maar toen zei je dat het leuk vond. En in Utrecht was ik toch wel gewend en geleerd van, joh, je zegt het gewoon en dan doe je het maar mee. En that's it. Maar ja. Dat had je dan niet. Het is tijd voor de history met Martin. En we blijven een beetje in de trainershoek. Want Simon Kistenmaker, de voormalig voetbaltrainer, overleed in het najaar van 2021. De man die in 1995 hoofdtrainer was bij FC Utrecht. Ging het sportief gezien in die periode goed? Nee. Maakte die indruk als mens en als trainer? Ja. Good old Simon Kistenmaker. Man, wat was dat een trainer. Die man was zo geliefd bij de club, bij de spelers. Ja, het is, als hij het veld al opkwam, iedereen al scandeerde Simon Kistenmaker, Simon Kistenmaker. Ja, dat is echt geweldig. Alleen ja, hij was net aangesteld en er waren natuurlijk al wat belangrijke spelers weg. Dus de resultaten waren niet al te best. En het bestuur rommelde al en hij had natuurlijk met die Jan van der Kant altijd, die noemde hij al de koekoeksklok van bla 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 bla. En nou ja, dat was echt, Evert Kroon bemoeide zich al mee, die wilde Gert Kruijs bij de als assistent, maar Henk Vonk zat er, nou, noem maar op. Maar uiteindelijk werd hij dus ontslagen. En de elftalleider, Arno van der Heuvel, een hele goede vriend van hem ook gebleven is, die stapte solidair met hem op. En toen hij wegging, 1500 supporters, dan kun je nagaan, die tekenden al een petitie gewoon dat hij moet blijven. Zo geliefd was Simon Kistenmaker, wat een man. Ja, Simon Kistenmaker, hoofdtrainer van FC Utrecht in kalenderjaar 1995. Ook echt alleen maar in dat bewuste kalenderjaar. En hoe zat dat precies? Hoeveel wedstrijden bijvoorbeeld, Marcel? 22. 22 maar? Ja, waarvan 3 weken.
Waarvan drie beker? Ja. Tamelijk kort. Ja. Een van de kortste. Ja. En we hebben dat een mooie woorden van jou gehoord, ja. Natuurlijk, ja. Martin. Maar waarom maakte hij nou inderdaad zoveel indruk? Ondanks dat de sportief eigenlijk helemaal niet zo heel veel voorstelde. Ja, ook een voorkomen, persoonlijkheid. Hij was er. De match met het publiek. En ja, zoals je het al hoorde, hij had natuurlijk ook een paar moeilijke dingetjes. Maar ja, ik wist niet eens 22 wedstrijden, dat wist ik niet eens. Maar het was een geliefde persoon, gewoon in doen en laten, compleet. Had langer bij de club moeten blijven. Ja, ja. Ondanks de slechte resultaten ja, was het toch wel een geliefd man, denk ik. Maar we hebben nu een nieuwe... Een nieuwe geliefde man die ook heel geliefd is en hopelijk ook hele mooie dingen gaat beleven met FC Utrecht. En van Simon Kistenmaker gaan we naar Jordi Zuidam. Die gaat namelijk met mij mee naar de biechtkamer. En gaan we eens kijken of we de directeur voetbalzaken van FC Utrecht, technisch directeur heet dat tegenwoordig, nog iets beter gaan leren kennen dan we hem uiteraard allemaal al kennen. Ja, dit is de biechtkamer, Jordi. Heb je het ooit moeten doen vroeger? Nee, dat is helemaal nieuw voor me. Een primeurtje dit. Nou, we beginnen lekker makkelijk. Pizza of pasta? Pasta. SofaScore of NOS Teletext pagina 818? NOS Teletext, netjes. Daar draait het om. Ja. Jan Eversen of Michael Silberbauer? Michael Silberbauer. Je kon niet anders, ja. Door de douane of door de dopingcontrole? Door de douane? Ja, door de douane. Of door de dopingcontrole? Ja, door de douane maar, want dan heb je het allebei, denk ik. Pokeren of backgammon? Backgammon. Oké. Okay. De beker winnen met FC Utrecht en dus de vierde keer de beker winnen. Of tweede en voorronde Champions League? Beker winnen. Beker winnen, oké. Okay. Een sierlijke Braziliaan of een Argentijnse slager? Argentijnse slager. Ja knikken of waarom vragen? Waarom vragen. Waarom vragen. Een krasje of een buitenkantje? Dat is meestal hetzelfde. Nou ja, buitenkantje is er puur verzonnen. Dat heb ik volgens mij helemaal nooit gezegd. Dus dan gaan we voor het krasje. Krasje. Ja. Kom. Ja, aan eerlijk en oprecht Jordi Zuidam in de biechtkamer. En is er nog iets waar jullie een beetje door verrast zijn, mannen? Nou ja, de douanecontrole. Weet je niet meer? Ook Serra. Nee. Ja, daar ging, hij bleef maar piepen, toch? Er zat nog metaal in je knieband. Is dat zo? Ja, toch? Ja, ik moet zeggen, ik kan het mezelf niet herinneren, maar jij zou het ongetwijfeld weten, want jij weet alles over de geschiedenis van Sorry. Ik was er niet bij, maar... Nee, die verhalen heb ik gehoord, ja. Sorry. Nee, ik denk dat ik inderdaad toen geblesseerd was en een kniebrace had. Dus je kan zomaar gelijk hebben. Ik zoek het nog even voor je op. Ik weet wel dat ik een van mijn eerste trainingskampen, dat ik meewacht, toen was ik 17 jaar. Ik dacht dat je meer daarop doelde met die douane. Toen zeiden ze tegen mij ik was zo trots dat ik mee mocht gaan. Toen zeiden ze tegen mij, voordat we erheen gingen, dit is echt een hele belangrijke tas. En die was zwaar, jongen. En die moest ik de hele dag sjouwen als jongen spelen. En uiteindelijk, toen we er waren in Spanje, toen mocht ik hem uitpakken. Toen zaten er een paar bakstenen in. We hebben toch nog een mooi verhaal te pakken over die douane. Utrecht, humor. Ja, en Michael, het wordt geen Braziliaan, maar het wordt eventueel een Argentijnse slager op het middenveld. Ja, good answer. Voor jou allemaal goed? Ja, ja, oké. Okay. Jammer. Een beetje sierlijk spelen. Als hij zijn handen op de goede plek houdt. Ja, precies dat. Mannen, mag ik jullie allemaal bedanken voor je komst. En bovenal, waar gaan we voor met z'n allen dit seizoen? Europees. In koor. Europees voetbal. Precies. Dat is waarvoor we alles laten en alle energie in stoppen. Dat is het ultieme doel natuurlijk met elkaar. Ja, dankjewel voor je komst. Ja. Ja, tot zover bijna Café Galgenwaard deze tweede aflevering. Wat we nu gaan doen is kijken naar doelpunten van FC Utrecht. Gescoord in deze eerste maand van kalenderjaar 2023. Terugleggen, prima gedaan, Doornstra. Geweldige bal ook van Dost. En
Dit is het verhaal wat je van tevoren uitrekent. Dus de eerste poging van de wedstrijd van Hoed. En dan wordt hij uiteindelijk binnengeprikt van dichtbij. Sander van der Streek wordt 2-0. Utrecht in de 32e minuut. De goal is van Jens Toornstra. Doefikas in het centrum. Schept hier de bal die voor Boeg bestemd lijkt. Maar dat is een goed idee, want hij haalt daarna vakkundig uit. Goeie goal van Doefikas. Het is op weg. Daar zomaar klaargelegd voor van der Streek. En dan is het weer een voorsprong voor FC Utrecht. Door 2-3 Utrechters en daar de kans voor Doefikas. Vlag blijft naar beneden. Het is 1-0 in de 6e minuut. Ja, en tot zover deze tweede uitzending van Café Galgenwaard. Over een dikke maand zijn we bij je terug met nieuwe verhalen. Nieuwe gasten uiteraard ook. Mocht je suggesties hebben, dankjewel Michael. Kun je die laten weten via social media @fcutrecht.nl. Nogmaals, dank voor het kijken. En mensen, skol! Skol!